Betty was een klein meisje van amper 7 jaar. Ze woonde bij haar papa en die was weduwnaar. Maar Betty en haar papa hadden het niet breed. Nergens vond hij werk, wat hij er ook aan deed. Betty had een knuffelbeer, dat was haar kameraad. Met hem kon zij goed praten, dikwijls tot 's avonds laat. Betty had een knuffelbeer, hij gaf haar goede raad. Die beer, dat was haar beste vriend, haar steun en toeverlaat. Betty ging niet graag naar school, ze werd daar vaak geplaagd. Omdat ze zo armoedig was, als zij werd weggejaagd. Altijd als ze werd gepest, ging ze naar haar knuffel toe. Hij kon zo goed luisteren, en hij werd ook nooit moe. Betty had een knuffelbeer, dat was haar kameraad. Met hem kon zij goed praten, dikwijls tot 's avonds laat. Betty had een knuffelbeer, hij gaf haar goede raad. De beer, dat was haar beste vriend, haar steun en toeverlaat. Op school was er een actie voor kindjes arm en ziek. Betty nam haar beer toe mee, gaf hem aan juf Monique. Ze zei toen liefst tegen de juf, een vriend door dik en dun, heeft mij zo vaak geholpen, dat doet hij ook voor hun. Betty had een knuffelbeer, dat was haar kameraad. Met hem kon zij goed praten, tot dikwijls tot 's avonds laat. Betty had een knuffelbeer, hij gaf haar goede raad. Die beer, dat was haar beste vriend, haar steun en toeverlaat. Betty had een knuffelbeer, hij gaf haar goede raad. Die beer toen weggegeven, is Betty's heldendaad.